Mijn naam is Thijs Vervloed van restaurant Colette de Vijvers in Averbode. We hebben een mooie score van 16,5 op 20 in de Gourmetgids. En vandaag maak ik enkele zoetigheden klaar samen met patissier Willem Verlooy. Mijn naam is Willem Verlooy. We hebben een bakkerijpatisserie in Oevel en eentje in Antwerpen Centrum. En vandaag maak ik samen met Thijs Vervloed de Sachertorte. Vandaag gaan we een beetje een moderne touch geven aan een klassieke bereiding van een Sachertorte, een Oostenrijkse specialiteit. Nu, als eerste stap gaan we de chocolade gaan smelten samen met de boter. Dat gaan we op een laag vuurtje doen. We willen zeker en vast de bereiding niet te warm maken om in een verder verloop de eieren al niet meteen te doen stollen. Zo, we hebben hier gekozen voor een Grand Cru. Chocolade van Veliche uit Congo met een 40% cacaoboter, wat zorgt voor een hele rijke chocolade. En dat gaat ook zorgen voor een rijke bereiding, zoals ik het toch verstaan? Nee, absoluut. Het is een bereiding die een minimaal suikergehalte heeft, maar waar wel heel veel vetten in aanwezig zijn. Dus we gaan eigenlijk een soort van cake-structuur gaan krijgen. En dat is toch wel wat die Sachertorten eigenlijk typeert. Achteraf gaan we ook nog cacaopoeder toevoegen om toch die bitterheid nog een klein beetje meer prominent aanwezig te maken. Accentueren. Ja, alhoewel dat we hier al vertrekken van een 65% chocolade, wat toch al best intens is. Ja. Nu ga ik de melk toevoegen aan het eigeel. Een klein beetje verdunnen, alvorens ik het ga toevoegen aan de chocolademassa. Dan lost eigenlijk het eiermengsel veel makkelijker op in het geheel, in het chocoladebeslag. Voilà, dit mengsel is nu klaar. Dat zetten we even aan de kant en ondertussen gaan we onze meringue opkloppen. Ja. Oké, voilà, ik heb hier de eiwitten al in afgewogen. Die gaan we nu eerst opkloppen. Eiwitten die hebben nu al een klein beetje in volume toegenomen. Nu ga ik suiker eraan toevoegen en dan verder opkloppen. Dat is eigenlijk een klassieke meringue, Willem, dat je maakt. Ja. Voilà. De meringue heeft de perfecte textuur. Voilà, kijk Thijs. Een mooi volume. Blinkt mooi. Ja. Deze mag ik luchtig onder elkaar zetten, Willem. Ja, en zeker hier ook is het wel belangrijk dat we echt minimaal gaan roeren om het volume eigenlijk om de lucht erin te bewaren. Ja. Oké, perfect. Dan gaan we nu de droge stof toevoegen aan het meringue mengsel. De droge stof, dat is de cacaopoeder, dat is de bakpoeder en de bloem. Dat gaan we even door de zeef laten passeren. Willem, dat doe je echt om geen klonters te hebben in de bereiding. Ja, absoluut. Eigenlijk zie je het hier heel goed uit. Hetgeen wat hier nog overblijft, als dat in de bereiding komt, dan moet je eigenlijk veel te lang mengen om die klonters er terug uit te krijgen. En dan verlies je natuurlijk weer een hele hoop luchtigheid in het beslag. Zachtjes onder elkaar spatelen. Het ziet er een mooie textuur uit, Willem. Mooi homogeen. Spuitzakje mee afvullen. Dan gaan we ze hier juist afvullen, net onder de rand. Tijdens het bakken gaat dat nog een klein beetje souffleren. En dat mag nu in de oven 180 graden, gedurende ongeveer 15 minuutjes. Zo, terwijl dat ons sacherbiscuit aan het bakken is, gaan we over tot de bereiding van de ganache montée. We gaan vertrekken hier met melk, room en glucosestroop. Dat ga ik hier even verwarmen. Dat hoeft niet per se tot aan het kookpunt gebracht te worden. Het moet warm genoeg zijn om later de chocolade en de gelatinemassa eigenlijk in te gaan oplossen. Als deze bereiding te warm gemaakt wordt, dan gaan we eigenlijk te veel van de vetten gaan afsmelten die in de room zitten. En dan gaat een beetje stabiliteit gaan verliezen. En Willem, voor deze bereiding, welke chocolade gebruik je hiervoor? Ja, ik vond het hier wel een leuke touch om dezelfde chocolade te gebruiken als dat we eigenlijk in het Sachertbiscuit hebben gebruikt, om dan een beetje terug te komen. Nu, de klassieke Sachertorte, die is met een normale ganache, dus geen ganache montée, geen opgeklopte ganache. Dus daar gaan we een klein beetje een verschillende bereiding brengen. Ons mengsel met de melk, de room en de glucose is nu warm. Nu, de volgende stap is om daar de gelatinemassa in te gaan oplossen. Gelatinemassa is eigenlijk naar een verhouding van 1 op 6. 1 deel gelatinepoeder of blaadjes en 5 delen water. Dus dat vormt dan de gelatinemassa. En tegelijkertijd ook de chocolade.
Ik ga hier ook altijd eerst even mijn spateltje door om ervoor te zorgen dat echt alle chocolade mooi gesmolten is en is opgenomen in de massa. En dan pas ga ik de handblender gebruiken om hem echt egaal te gaan mixen. Als je er onmiddellijk de mixer gaat inzetten, dan kan het soms zijn dat er nog wat chocolade vasthangt aan de zijkanten van de kom. En die wordt dan niet mee mooi geïncorporeerd in het mengsel. En als we dan later willen gaan opkloppen, dan ga je altijd ergens nog klontertjes hebben in de ganache monteren. Dus ik ga even heel kort mixen. En van het moment dat die mooi geëmulgeerd is, dan ga ik eigenlijk de rest van de vloeibare room, die mag jij er dan bijgieten. Het is eigenlijk ook vooral omwille van de toevoeging van de vloeibare, de koude room, dat we nadien de mogelijkheid gaan hebben om het mengsel eigenlijk te gaan opkloppen. Nu, dit moet even 24 uur uitkristalliseren in de koelkast. Dus bij voorkeur ja, op tussen de 3 en de 10 graden. En dan gaan we dat de volgende dag mooi kunnen opkloppen. Willem, ik heb hier uw chutney van abrikoos met pectine gebonden. Daarop zet ik de suikertarten. Gaan wel lekker smeug zijn. Dan hebben we de ganache monté. Die heeft nu 24 uur al in de frigo gekristalliseerd. En dan kunnen we die nu een beetje opkloppen voor er wel luchtigheid in te krijgen. Dat is eigenlijk de perfecte textuur. Hè? Dus je ziet dat er mooi een pikje gevormd is. Ja. De spuitzak vullen met een effe doei. Nu is het wel zeer belangrijk dat we zien dat er zeker geen lucht in de spuitzak zit. Dus ik duw eigenlijk langs de onderkant, terwijl ik steun geef met mijn rechterhand hier bovenaan, om de lucht er eigenlijk uit te duwen. Met een meloenschepje. Een holte creëren. En die vullen we dan mooi af met nog een beetje vloeibare praliné. En dan werken we even met een bladje goud. Hè. A little touch of gold. Zo, dat is onze moderne versie van een suikertort. Fantastisch. Het ziet er echt super smakelijk uit. Ik zou er graag aan willen beginnen. Dan gaan we dat doen, smakelijk. Smakelijk.